sowieso om iets te maken. En je weet wat daarvoor nodig is. Je weet dat je je moet terugtrekken, dat je je tijd moet beschermen, dat je tijd niet versnipperd mag zijn, dat je je dagen schoon moet houden, dat je bij wijze van spreken 8 uur onafgebroken nodig hebt om op dat punt te komen waarop je kunt, ja, waarop je iets kunt neerschrijven. Maar die andere vorm van concentratie, bijvoorbeeld die je nodig hebt in een vriendschap, ook die begint met het voornemen om die vriendschap te hebben, om die goed te hebben. Ik vind dat er zelfs concentratie nodig is om een maaltijd voor iemand te bereiden. Hoe komt het nou dat in de tijd van de Grieken er zo verschrikkelijk veel aandacht was om na te denken hoe we ons leven zouden moeten leiden, terwijl dat tegenwoordig onmiddellijk afgedaan wordt als één moralisme of een, Het is heel verbrokkeld geraakt, denk ik. Hè? Ja. Je hebt tegenwoordig zoveel aanbieders van levensregels op hele slinkse manieren. De leefregels zijn, vind ik, heel erg toegespitst geraakt op het lichaam. Ja. En tegelijkertijd heb je aan de andere kant die New Age-achtige verschijnselen. Dat je toch merkt dat er een zoektocht is naar andere richtlijnen, geestelijke verruiming enzovoort. Hebben de filosofen geen grip meer op de massa? Ik denk niet dat ze het ooit hebben gehad. Niet? Nee. Kijk, het enige wat je kunt zeggen, de filosofie zelf is ook versplinterd geraakt. Het hele project om de hele wereld te verklaren met één filosofisch systeem, dat is voor het laatst door Hegel gedaan. Daar is de 19e eeuw mee geëindigd. En vanaf de 20e eeuw zie je een heel verbrokkelde filosofie ontstaan die alleen nog maar deelgebieden kan verklaren. En dat hele, wat ook altijd des filosoofs was, namelijk het ontstaan van de wereld verklaren, dat kwam bij de natuurkundigen steeds meer. Op het moment dat dat uit elkaar gaat ieder zijn weg en is er een... Ja, in ieder geval krijg je dan de wereld van de verschillen van de keuze en van de vrije wil of de veronderstelde vrije wil, kiezen voor links of voor rechts. Maar tegelijkertijd begint daar ook het denken. Ik bedoel, het hele paradijsverhaal. Adam en Eva waren voor de zondeval, waren geen denkende schepsels, waren geen creatieve schepsels, konden zelfs niet lief hebben. Er was ook geen verschil tussen man en vrouw, het was een man-vrouw. Dus al het mooie begint ook bij de tegenstelling. Ja, tuurlijk. God zei tegen twee niet-denkende mensen, je mag niet aan die boom komen. Ja. Dus het is net als tegen een hond zeggen, je mag die worst niet opeten. Ja. Dat is natuurlijk... Niet goed bekeken, nee. Hè? Van God, nee, had hij niet goed bekeken.